Jopie is devoted to... Shut the fuck. Wie heeft jou verteld dat je kan zingen, Leon? Niemand, maar dit is een vrij land, dus... Nou, niks dus. Dat is zelfs die mensen die dan roepen van... oh, het vrije woord. En dan alles wat er in hun botte hersens omhoog komt gegist, hardop roepen. Jongen, jongen, jongen. Mooi gezegd weer, Joopie. Zou ik er 2 capcons in doen? Dat is wel thuis. Ik zou niet weten waarom, Joop. Nou, straks weet je wel waarom, dus nou is het maar in. Leon. Hm? Wanneer ben jij voor het laatst overvallen? Aangerand, me aangeslagen, doodgeschoten, in een fik gestoken? Nooit. Aha. Aha. Aha, ja. En hoe zou dat komen, denk je, Leon? Geen idee. Geen idee? Nou, dat weet ik wel, want ik bescherm jou. Bescherm? Stop met me na te praten. Hé, jij praat mij toch net ook na? Jij praat me nu. Lang verhaal kort. Die kipcorns zijn van het huis omdat het beschermkipcorns zijn. Beschermingskip... Dit is pure maffia, Joop. Dit zijn afpersings. Nee. Je bent toch vrij, je hebt een vrije keuze. Of de kipcorns zijn van het huis. Of ze zijn niet van thuis, Leon. En wat als ze niet van het huis zijn, Joop? Geen idee, Leon. Geen idee. Geen idee wat er zou kunnen gebeuren. Maar er zou misschien bommetjes af kunnen gaan. Oh. Dus jij zou voor een paar gratis kipcorns de hele kipcorn laten af? Oh, niet een paar. Dat is levenslang, hè? En het is voor je eigen bescherming. Ah. Nou, dat staat dan mooi op camera, Joop. Leon. Je denkt dat iedereen het zelf gaat doen? Denk je dat die Ridwan Taugé dat allemaal zelf deed? Wie wou je dat dan... Barabbas, de fietsenmaker. Nee. Gewoon een paar van die 13-jarige jongetjes hier. Joop, dat zijn kinderen! Ga je die hun hele toekomst verpesten? Nee, juist niet. Die hebben geen toekomst en die geef ik nu een klusje. Oh. En hoe ga je dat betalen? Gooi er nog 4 van die kipcorns in. Ja, van het huis zeker. Ach, wat een lieve aanbieding. Nou, dat kan ik niet afslaan, hè? Joop, dat slaat toch nergens op? Dan ga ik die jongens betalen om mijn eigen tent te laten ontploffen. Wow, dat is echt een win-win voor mij. Ja, en wat is het voor mij? Och, het gaat weer een keertje niet over Leon. Mag het alsjeblieft over mij gaan? Mie. Jij bent dus helemaal niet begaan met de jeugd hier. Weet je wat, Leon? Weet je wat? Nee. Is goed zo. Nee. Stop. Nee, stop. Ik betaal ze alle 6. Ah, wacht even, betaal? Ja. Wat betekent dat dan? Geen idee wat dat betekent. Kleine alles. Geen idee. Geen idee wat dat betekent. Nou, ga je die 4 er nog in doen, want ik moet die jongens betalen. Oké. Je krijgt er 2 van het huis. En die jongens dan? Ja, die hoef je dan niet te betalen, want die hoeven die klus niet te klaren. Dus die krijgen niks? Joop, waarom zou ik iedereen gratis kipcorns moeten geven? Niet. 2 kun je er krijgen van het huis. Krent. Joop, als jij zo nodig die jongens wil trakteren, dan doe je dat maar uit eigen zak. Leon, hoe dom? Hoe dom denk je dat ik ben? Hoe dom moet je zijn om kipcorns gratis weg te geven? Zo dom ben ik toch niet? Zie ik eruit als een Mongool? Hoe dom kan je zijn? Oh, trouwens, Leon, als je vanavond naar bed gaat, even dubbelchecken. in je bed. Misschien ligt er wel een paardenkont. Paardenkont. Wat? Paardenkont. Hey.